Hoi allemaal, welkom bij weer een video op mijn kanaal. Vandaag ga ik aan de slag met de Petrigor kit en ik ga mijn maandoverzicht voor september maken. Ik heb de planner kit en daar ben ik docent voor en dit is het tweede filmpje wat ik gemaakt heb. En er komt ook nog een filmpje op het YouTube kanaal van Scrapdelight. Sorry voor het licht in deze video. Het werd wat sneller donker dan dat ik door had. Waardoor het licht op het einde echt wel wat tegenvalt. Zachtjes uitgedrukt. Maar het is nog wel te zien. En op het einde heb ik een goed verlichte foto waarin je zeker alle details goed kunt zien. Mijn maandoverzicht maak ik altijd met blokjes. En... Ja, horizontaal zijn dan de weken en verticaal zijn de dagen. Mijn maandoverzicht maak ik in de insert van het journalboek van Scrapdelight, van DLS Design. En daarvoor gebruik ik de dotjes. Sorry, ik ben heel veel aan het nadenken. En mijn vakjes worden... 6 dotjes lang en 7 dotjes breed. Hier was ik begonnen met de datum toevoegen met de cijfers. En toen kwam ik erachter dat ik een vakje was vergeten. Ik had de maandag niet getekend. Ik heb het er allemaal in laten zitten om jullie te laten zien hoe ik dit oplos. Ik pak de washi-tape erbij die in de kit zit en deze scheur ik zodat je de helft aan breedte hebt. En deze plak ik over de fout geschreven data heen. Ik breng het op meerdere plekken aan waardoor het lijkt alsof het hoort en helemaal niet met foutjes te maken heeft. Vervolgens ga ik de data verder schrijven en dan komt het onder het washi-tape. Nu is de basis van mijn maandoverzicht klaar en kan ik gaan beginnen met het versieren en met het toevoegen van mijn afspraken. Ik ben even aan het kijken wat er allemaal in de kit zit en wat ik wil gebruiken. Ik had in mijn vorige video speciaal deze dagen die-cuts apart gehouden. En ik weet dat ik ze allemaal had, want ik heb ze toen nagekeken... En toch kan ik de maandag nu nergens vinden. Je ziet me hier zoeken, kijken of ik het echt goed gezien heb. Ik ga tussen de stickers kijken, tussen mijn papier kijken. Ik heb geen idee waar ik hem gelaten heb. Uiteindelijk gaat mijn idee dus aan de kant en ga ik het anders oplossen. Hier geef ik het op en... Oh, nog niet eens. Ik wilde ze zo graag gebruiken. Ik vind ze zo leuk. En ik weet dat ik hem had, want ik heb het bewust apart gelegd bij mijn eerdere video. Maar goed, opgeven als het niet lukt. En hier ga ik aan de slag om mijn pagina wat te versieren. Ik weet dat dit het eventweekend is, of eigenlijk 2 weekenden. Dus ik wilde daar Love This toevoegen. Ik knip een van de planner stickers door de helft, want anders neemt u een hele vakje in beslag en dat wilde ik niet. En ik plak de banner eroverheen. Verder ga ik straks eerst mijn agenda invullen, want dan weet ik pas wat ik nog meer kan versieren en waar ik ruimte over heb om wat spulletjes in te plakken. Wel ga ik vast wat versiering aanbrengen aan de zijkant. Er zitten van deze leuke bannertjes, nou ja, randjes zeg maar, die ik graag wilde gebruiken. Ik heb een rond label door de helft geknipt, waardoor ik hem op meerdere plekken terug kan laten komen. En ik gebruik de blaadjes op allebei de plekken om eenheid in mijn pagina te creëren. Ik heb aan het begin van mijn bullet journal een future log. En daar kijk ik dus tussen om te zorgen dat mijn afspraken op de juiste plek komen. Hier heb ik nog een planner sticker gevonden met day af. Aangezien ik vrij drukke dagen heb deze maand, plan ik echt dagen waarop ik niks inplan voor mezelf. Echt een me-day. Ik kan wel dingen gaan doen dus uiteindelijk, maar ik kijk op die dag waar ik zin in heb en waar ik energie voor heb. Ik ben niet zo goed om dat in dat
leeghouden als ik niet duidelijk aangeef dat dat moet. Vandaar dat ik hier dus ook kruisen in mijn agenda heb gezet, zodat ik weet, oké, deze dag ga ik niks inplannen. Anders, als iemand aan mij vraagt, kan je, dan is mijn antwoord heel snel ja. En ik weet gewoon dat ik de rust nodig heb. Dit kaartje zat op de counterpart sheet van in de planner kit. En ik vond die randjes zo leuk met meerdere tinten vanuit de hele kit. Dus die paste perfect hierbij. En ik snij de randjes er dus af om te gaan gebruiken als versiering. Ik leg alles neer zoals ik het wil hebben. Even kijken. En vervolgens. Ga ik het alvast plakken? Nee, er zitten deze twee kaartjes in. Maandoverzicht van september en van oktober. Nou, die van september ga ik niet gebruiken in de zin van het hele kaartje. Dus ik heb september daarvan uitgeknipt en ga ik als maandaanduiding gebruiken. De rest van het kaartje kan ik nog steeds gebruiken. Ik kan het vierkant uitknippen om in mijn andere layouts te gebruiken. Maar dat ga je vermoedelijk nog wel zien. Het wordt tijd om mijn clusters vast te plakken. En ook daar gebruik ik gescheurde washi om nog wat extra elementen aan te voegen. Laagjes aan te voegen. En ik plak mijn embellishments vast. Er zitten twee van die bannerachtige randjes in de kit. Maar eentje heb ik al gebruikt in mijn weekoverzicht. Die is alleen voor abonnees te zien. Je kunt wel de foto ook bekijken op mijn sociale media accounts. Moet je nog even wachten, want ik heb hem nog niet gepost. Hij staat wel al op de DLS Design social media. Dus daar kun je hem alvast bekijken. Omdat de september wat wegviel tegen de gekleurde achtergrond, heb ik een plannersticker gebruikt om wat meer rust te creëren, zodat je de datum wat beter, of de maand wat beter kunt lezen. Er zat ook een muzieknootje in de ronde stickertjes. En ik ga op vrijdag 28 september ga ik naar een concert. Dus die paste daar perfect bij. Ik besluit de dagen van de week met de andere plannerstickers erop te plakken. Zodat het voor mij toch overzichtelijk is. En ik vind het er leuk uitzien. Linksonder heb ik nog ruimte over en ik wil daar een blok maken waarin ik belangrijke dingen van de maand op kan schrijven die ik niet moet vergeten. Ik creëer laagjes door wat washi tape te gebruiken, de andere helft van de planner sticker en een imported sticker wat ook op de stickersheet zit. Met dezelfde kleurtombeau die ik gebruikte voor de dagen van de week en de kruisen zet ik een faux stitching lijntje om mijn gehele pagina heen. Ook maak ik een blokje van mijn important notities. En, oh ja, tot slot voeg ik nog wat woordstickertjes toe om mijn clustertjes af te maken. En dan is mijn maandoverzicht klaar. Een overzichtelijke en toch vrolijke maandoverzicht, al zeg ik het zelf. Voor nu, bedankt voor het kijken. Houd de YouTube van Scrap Delight in de gaten en tot snel!